Dit programma is mede mogelijk gemaakt door ZLM Verzekeringen. Ben je bang dat je verbrandt vandaag in de zon? Ja, ik ben een rode, dus ja, dan gaat het hard, hè. Nee, het komt er net het zonnetje door, dus dan smeren we nog een keer in, hè. First time I'm here, it's like Queen Stage. For me it's just like the last preparations before the tour. And we try to do our best with our team and then at the end we see. We zien het wel, zegt de man in de gele trui. Gespannen gezichten voor de start. Het startschot wordt vandaag wel goed gelost. We zijn op weg voor deze mooie etappe. Zware etappe ook in de Ster ZLM Tour door het Belgische land. En dit is de kopgroep met de man die lekker is ingesmeerd. Met Pim Lichthout dus. En de man in de gele trui. Hij is vertrokken. Hoopt zijn trui vandaag te behouden in de kopgroep. Ook dus Roglic. Uiteindelijk valt de kopgroep uit elkaar en gaan er twee man vandoor. Dat is deze, Laurens de Plus. En helemaal vooraan, José González. Dat zijn de twee mannen die echt gaan strijden om de etappezege. En misschien wel de eindstegen in de Ster ZLM Tour. En hier gaan we zo meteen finishen. Schitterende plaatjes vanaf de finishplek. Het gaat uiteindelijk tussen deze twee mannen, González en de Plus. We zijn in de laatste kilometer en daar gaat de beslissing zo meteen vallen. Want hier kan Laurens de Plus het niet meer bijhouden en gaat de Portugees ervan bij. Ja, hij heeft nog maar 1200 meter te fietsen. En voor de Plus is het net op het allerlaatste moment. Ja, is de Portugees net iets te snel. Want hier komt hij. Die González als eerste over de streep. Handen in de lucht. Zeer terecht. Heel erg blij. Want hij slaat een dubbelslag. Zowel de etappe wint hij. En ook heeft hij nu de leiding te pakken. Dus de gele trui in deze Ster ZLM Tour. Ondanks een hele goede rit van de man van team Lotto NL Jumbo. Van Primoz Roglic. Die komt hier namelijk als nummer 3 over de eindstreep. Op zo'n seconde of 20 van de winnaar. En dan wordt dit de nieuwe stand. Met nog één etappe te gaan. De etappe in en rond Os. Ja, zeg het maar wie er gaat winnen. Het is razend spannend. Maar deze man, deze Portugees, staat nu in de gele trui.